Ja, dames en heren, 10 jaar Roetskuur. Een poosje geleden werd ik benaderd door Jaap van der Spek met de vraag of ik in 3 of 4 minuten iets kon vertellen over het begin van de bouw van deze Roetskuur. Alleen de voorbereiding duurde al 1 jaar en de bouw ongeveer ook 1 jaar. Nou, ik heb mijn best gedaan. U moet genoegen nemen met 9 minuten. Als u moeite heeft met staan, dan staan er wat stoelen, pak er dan een en ga rustig zitten. Net voor de eeuwwisseling werd ik benaderd door Bert Jansen met de vraag of we samen eens konden kijken om van die oude schuur die hier stond, om daar een kerk van te bouwen. Van die oude kerk, of van die oude bouwval, daar kun je toch een kerk van maken? Was de opmerking in de gemeente. Maar bij enkelen was toch het idee ontstaan om de mogelijkheden te onderzoeken om toch van die schuur een nieuw onderkomen te maken voor onze kerkgemeenschap. En dat was de vraag waar ik voor stond. De staldeur was afgesloten, maar Bert had de sleutel, dus we konden naar binnen. Mijn eerste indruk, ja, was het gevoel van de geweldige ruimte die er was en waar zeker wat mee gedaan kon worden. En de tweede indruk, en de belangrijkste, dat was het ankerbalkgebied. Dat hier al bijna 2 eeuwen stond en dat nog in een redelijk goede staat bleef. En meer gedetailleerd viel mij op de enorme hoeveelheid hout en stro en schotten en alles wat hier aanwezig was en wat verwijderd zou moeten worden. En ook de aanwezige dakplaten. Door allerlei gaten in het dak kon je zo vrij naar de hemel kijken. En dat is natuurlijk nooit verkeerd als je van een stal een kerk wil maken. Ons verhaal is ook begonnen in een stal, ooit. Een paar duizend jaar geleden. En in de hoek waar nu de consistorie is, was een oude herderskamer. Voor die 78 schapen. Er was daar een simpele bedstee en een stookplaats met een geïmproviseerde schoorsteen, waarvan het rookkanaal net hoger liep dan de ankerbalk. Dat is die brede balk die hier zo van links naar rechts gaat. Dus de rook van het houtvuur onder de balkenbrei verdween zo meteen tussen de schapen in de schuur. De afmeting van de schuur, 26 meter bij 13 meter 40 en een hoogte ongeveer van 9 meter. Ik zag daar wel mogelijkheden in om er wat van te maken. En Bert en ik zijn teruggegaan om alles eens precies op te meten, de plaats van de spanten. En daarna thuis gekomen heb ik wat schetsen gemaakt en die hebben we aan de kerkraad voorgelegd. En toen zag men er wel brood in, om er toch weer een bouwwerk van te maken. En op 27 september 2000 kreeg de inmiddels gevormde bouwcommissie opdracht voor het maken van een plan om de schuur om te bouwen tot een multifunctioneel kerkelijk centrum. Een multifunctioneel kerkelijk centrum. Nou, we merken nu al hoe multifunctioneel dit gebouw is. Niet alleen kerkzaal, maar ook ruimte om op een andere manier bij elkaar te komen. Dit alles natuurlijk wel binnen een vastgesteld financieel kader. En van de burgerlijke gemeente, daar kregen we de opdracht mee om zoveel als mogelijk was de uiterlijke vorm van de schuur te handhaven en ook het ankerbalkgebied zoveel mogelijk te handhaven. Een programma van eisen werd opgesteld. Het beoogde gebouw die moest in ieder geval een kerkzaal bevatten voor ongeveer 150 personen. En natuurlijk een consistorie, een jeugdlokaal, een toiletgroep, een keuken, een garderobe,
wat bergruimtes enzovoort. Een paar vergaderingen van de bouwcommissie vonden plaats, waarin de door mij gemaakte schetsen besproken werden. En over en weer werden er suggesties gedaan die weer tot nieuwe schetsen aanleiding gaven. En uiteindelijk kwamen we tot een definitieve plan en konden we het in grote lijnen bestek klaarmaken. Daarna volgde natuurlijk de begrotingsfase, de presentatie aan de kerkelijke gemeente, toen nog met sheets en een overhead projector. Wat dat betreft is er wel wat veranderd in die 10 jaar. De tekenfase, het gereed maken voor bouwaanvraag, technische omschrijving, aanvraagprocedure voor de bouwvergunning enzovoort. Overleg met de welstandscommissie en ook een presentatie aan omwonenden in verband met de artikel 19 procedure. De bouwvergunning werd afgegeven en gepubliceerd. En die hele voorbereidingsfase die had 11 maanden geduurd. Maar nu konden we eindelijk beginnen. En op dinsdag 28 augustus 2001 konden de eerste vrijwilligers hun harten ophalen. Met behulp van een landbouwtrekker en aanhangwagen werd al het aanwezige en overtollige houtwerk afgevoerd. De aanwezige oude elektrische leidingen werden gedemonteerd en het onderkomen van de schaapshelder werd gesloten. En om de zijgevel vrij te krijgen was aan de oostkant de onderste dakhelft aan de beurt en werd verwijderd. Zo zijn we begonnen. En in hoog tempo volgde het slopen van de gehele oostgevel, het verwijderen van de overtollige grond, de aanleg van de nieuwe plaatfundering en het opmetselen van een nieuwe binnen- en buitenspouwlat. Enfin, het hele bouwproces kwam nu echt op gang. En Harold, de metselaar van Bert Jansen, werd bijgestaan door veel vrijwilligers die stenen aanvoerden, voor specie zorgden, bouwstaalnetten sjouwden en beton stortten en aantrilden. En ondertussen waren andere gemeenteleden drukdoende met het op de een of andere manier geld inzamelen, sponsors zoeken, kaarten maken, appels plukken, tegen betaling etentjes verzorgen voor ons goede doel en het opzetten van de eerste snuffelmarkt bij het gemeentehuis. En tijdens de koffiepauzes op de bouwplaats kwam het herhaaldelijk voor dat daardoor onbekende gemeenteleden vermoed ik een heerlijke nog warme appeltaart stond of een pak lekkere koeken. En opvallend was in die tijd dat op vrijdagmiddag meestal meer vrijwilligers aanwezig waren dan andere dagen. Want om 1:15 dronken we dan altijd een biertje of een borreltje. En dat had kennelijk grote aantrekkingskracht. En op de nog aanwezige staldeur werd een plakkaat geplakt met het opschrift: de vrijwilligers die hier aan het werk zijn worden niet betaald, omdat ze onbetaalbaar zijn. En zo was het ook. Het is ongelooflijk zoveel werk en toen verzet is door gepensioneerden, door de weekse dagen. En werkende op soms lange zaterdagen, slopen en bouwen. En op 5 oktober 2001 werd 3:00 de eerste steen gelegd door vertegenwoordigers van 3 generaties. Thomas Kamphuis, een klein kereltje van 8 jaar. Nu, 10 jaar later, is hij bijna 2 meter en studeert economische aardwetenschappen. Hoe verzin je het, zou ik zeggen? In Amsterdam. En Petra Jansen, toen nog een kleine meid. Nu, 10 jaar later, is hij mijn vrouw Erkel Jansen en moeder van een prachtige zoon Chris. En Geurt Slootweg. Vrouwelijke gemeenteleden verzorgden de hapjes en de drankjes, want er moest op dit heugelijke feit toch getoost worden. Maar daarna was het weer slopen, geblazen en bouwen. De
afbouw en de inrichting van de melkweide, de omliggende melkweide, was in de eindfase. En een werknemer van de daar aanwezige aannemer kwam eens pols over te nemen en vroeg wat wij aan het doen waren. We zijn een kerk aan het bouwen, zei ik. Een kerk, zei hij. In Nederland worden alleen maar kerken afgebroken. En jullie zijn een kerk aan het bouwen? Ik ben moslim. Wij hebben zelf een moskee gebouwd. En voor mij is Allah God en God is Allah. Straks na werktijd kom ik jullie helpen. En ja hoor, even na 4 uur die middag een foto van hem met de kruiwagen. Hebben jullie meegenomen, kwam mee aan. En daarop heeft hij nog een paar uur geholpen met zand krijgen voor de begane grondvloer. En op een regenachtige donderdag, 22 november 2001, is de begane grondvloer gestort. We begonnen om 7:30 's morgens en om 11:45 was de klus geklaard. En wat er verder op de vloer gekomen is, dat ziet u om u heen. Het heeft weinig zin om daar allemaal over uit te breiden. Een lange lijst van namen hebben daar direct of indirect aan meegewerkt. En wie dit alles nog eens in volgorde van bouwen wil zien, moet het fotoboek maar eens bekijken. Dat ligt normaal in de kamer in de consistorie. Dat ligt nu hier bovenop. En naast de bouwcommissie was er ook een interieurcommissie. En in de afbouwfase uitdrukkelijk aanwezig met materiaal en kleur. En de aanschaf van het orgel was in de ontwerpfase helemaal niet meegenomen. Wel was er ruimte gereserveerd waar eventueel in de toekomst, als we voldoende gespaard zouden hebben, een orgeltje zou moeten komen. En toen de mogelijkheid ontstond om het huidige orgel te verkrijgen, werd ons plan aangepast. En voor de akoestiek werd ingenieur Raven de akoestieker van de gereformeerde kerken aangetrokken. En die heeft ons veel goed advies gegeven. De afbouw van het kerkgebouw verliep verder volgens plan. En zo nu en dan was het wel erg druk op het werk. En hadden vrijwilligers plaatsgemaakt voor rietdekker, installateur, stucadoor, tegelzetter en de aftimmerman. Deuren werden gehangen en het houtwerk afgeschilderd. En op maandag 26 augustus 2002 werd de trap gesteld naar de eerste verdieping. Met een wat muren gesuist en lamp opgehangen. En op zondag 1 september 2002, na de laatste eredienst in de Bommer, zijn we naar de vloedschuur gewandeld en hebben daar officieel de sleutel van onze nieuwe kerk overgedragen aan de voorzitter van de kerkraad. De opdracht van de bouwcommissie was daarmee beëindigd. Het verdriet mij, ik wil dat toch zeggen, en velen met mij, dat enkele van het eerste uur niet meer in ons midden zijn. Ik noem Jan Muis, Ger Lamers, Gerrit Kuin en Henk Kunst, mensen van het eerste uur. Deze bijzondere dag kunnen ze niet meemaken. Maar ze leven wel voor in dankbare herinnering. Alles gaat voorbij, ook dit gebouw. Een van de meest gestelde vragen tijdens de bouwperiode was, als men eens een bezoek bracht aan deze schuur, een kerk in wording, en men zag de grote krimpschuren in de staanders van het gebied, dan was de vraag, stort dit niet in elkaar? En mijn antwoord was dan altijd, ja. Dit stort in elkaar. Maar nu nog niet. Hoop ik. En oh ja, over 3 jaar, in 2015, dan hebben we weer een feest. Want dan bestaat deze draagconstructie 200 jaar. Ik dank u.